Ik nog even aanvulling over op de discussie van daarnet over het sponsoren of doneren van de eigen leden. Dat wij zelfs uitkijken dat we door nevenactiviteiten die we organiseren, dat we daar ook de eigen leden niet mee over vragen. Want buiten de contributie die al betaald wordt, kinderen van ouders die dan op kamp gaan, waar kosten voor gevraagd worden, geconsumeerd wordt in het clubhuis. En dan ook nog nevenactiviteiten, als dat te vaak voorkomt of als die kosten te hoog worden, dat dan ook de mensen gaan, de vrijwilligers gaan afhaken om eraan deel te nemen. Je hebt helemaal gelijk, je moet volgens mij als bestuur echt gewoon wat dat betreft heel goed je eigen mensen kennen. En weten waarop je de lat ligt. Je moet wel echt voor waken dat je te bang bent, zeg maar. Dat je dus op de onderste lat gaat liggen omdat je de rest niet wilt aanspreken. Dan kan je beter je gaat afvragen of je wat doet voor die paar mensen die niet kunnen betalen, zeg maar. Of dat niet kunnen betalen. Maar je moet echt heel erg oppassen. Het is wel spannend, je kan je daar aardig in vergissen. Dus bij die Scouting Club wel een paar keer over gehad. Heb ik eens een keer. Dat is een beroemd verhaal, een jaar of acht terug. In die club is dat een beroemd verhaal. Waar het kamp wordt wat te duur. Want ze hebben afgesproken dat ze een bus gaan huren. Hoeven de ouders niet te rijden. En dan wordt het kamp wordt erg duur. En ze vragen bijna naar achter de ouders of ze 57 meer willen betalen. Want dan kan die bus nog gaan. Waarop ouders voorstellen te rijden en die 57 betalen. Onder voorwaarde dat het kamp nog leuker wordt. Want het geld moet. Maar ja, dan is het een heel erg één-op-één gesprek. En je moet dan weten dat die één die het niet kan betalen, je daar een regeling voor gaat treffen. Ja. Want je bent ook wel een boel. Ja. Soms moet je dus afvragen, maar ik snap je punt helemaal. Hetzelfde context scouting een aantal jaren terug. Toen de Jamboree in Korea was. Ik ben de staatsheer van scouting. Bleek dat de scouting Nederland had een brief gestuurd naar alle districtse gewesten, wat dan ook. En uit drie gewesten kwamen alle mensen in Korea gingen. Maar bleek in de rest was het bestuur te bang geweest om de brief door te sturen naar ouders. Onder het mond van de Korea, alle boze ouders die gaan zeggen, mijn kind wil naar Korea, maar kan die 1500 gulden niet betalen. Ja. Zo lang is het al geleden. Ja. In die andere drie districten hadden ze gedacht, van nou, dan belden we maar een paar. En dan bleek het dus echt gewoon, woem, het zat zo vol. Ja, dan zie je dus dat je legt die keuze bij de ouders neer en sommigen zullen boos zijn. Omdat je hun kinderen verleidt van iets wat ze niet kunnen betalen. Maar ja, als je dat gewoon allemaal doet, dan denk je van, ik stuur hem niet door. Ja. Dat is nou ook niet helemaal. Dat gebeurt er niks. Ja. Dat gebeurt er niks. Dat is een soort van dilemma waar je wel echt voor staat. Want er zijn ook wel, dat blijkt ook wel uit je matrix. Er zijn wel activiteiten, denk aan waar we het net over hadden, bingoavonden. Als die goed bezocht zijn, of als dat als daar goed voor gelobbyd wordt om ook ouderen een ander stukje doelgroep te krijgen. Dan kan dat heel wat extra's nog voor de club opleveren. Ja, maar je moet echt inderdaad ervoor oppassen dat een paar mensen die altijd wel komen, op het gevoel hebben van ja, nu word ik toch wel een beetje uitgemolken. Ja. Ja, absoluut. Gelukkig, bingo, dit heeft zijn vaste liefhebber. Ja, en die komen altijd. Ja. Moet je alleen oppassen dat je niet te veel wordt. Maar net als je de verslaving zomaar. Ja, te veel feestavonden voor de jeugd. Ja. Dan gaat niet de animo weg. En ook de financiering gewoon. Ja. Ja. Te veel eetavondjes. Ja. Niet te lasten van. In het weekend. Het zal wel een groepje zijn. Of een groepje vrijwilligers die er mooi gebruik van maken. Dat ze zelf niks voor eten hoeven te regelen. Maar dan gaat het weer voorbij omdat het niet meer ledenbindend is. Ja, dat geldt voor al deze dingen dat je vaak genoeg moet veranderen, dat het relatief nieuw moet, tenminste zorg dat je op moet passen en je over een assortiment van te ver heen gaat. En zeker als mensen zich gedwongen voelen, dan blijft het een soort risico. Heel herkenbaar, dat is een beetje als je ook weer. Ja, je kunt ieder jaar meedoen met de grote clubactie, maar drie of vier van die dingen meedoen, een grote club en Jantje Beton en nog wat, op een gegeven moment dan is echt in één keer de rek eruit. We hebben bewust ook afgewogen om anderen niet te doen. Absoluut niet te doen. Ja. Zo zijn er ook veel van die, er zijn een tijdje van die producten in de markt gezet, van dat je dan je leden zo'n klantenloyaliteitskaart konden krijgen voor lokale winkeliers, een bepaalde groep winkeliers. En dan kreeg je als maatschappelijke organisatie non-profit, kreeg je dan per besteding wat. Allemaal gefaald. Dus ken jij die nog? Met de sportie vrij groot geweest, NOC en NSF hadden jullie contract op creditkaart enzovoorts. Jullie hebben toch nog een eigen inkoopprogramma via een
Via een lekker, ja. Van een trainingspakken? Nee, niet trainingspakken. Ja. Als je via Wion iets koopt. Ik ga hem opzoeken. Ja, oké. Okay. Maar er zijn commerciële aanbieders geweest die kwamen met zeg maar Airmars passen. Waarvan dan de punten naar verenigingen zouden gaan enzovoorts. Ja, we hebben zoiets. Scorevoordeelshop. Ja. Dat is hem. Scorevoordeelshop. En daar zitten heel veel weborganisaties bij aangesloten. Web inkoop van Hema, bol.com en nou, in allerlei genres om webinkopen te doen. En als wij inloggen via die organisatie dan, via onze webpagina, hoofdpagina van de club, dan krijgen wij daar een... En wij zijn dat je bedoelt als een lid van jullie via, niet rechtstreeks naar bol.com gaat, maar via jullie. Juist. Dan krijgen jullie een klein gedeelte van. Ja, dan krijgen wij een percentage van... Kijk, dat stond. Oh, maar dat niet heel veel los. Nou, belangen nou nog niet. Ik heb het gevoel dat het gewoon te slecht onder de aandacht is bij de leden. En daar, daar hebben we wel een taak om dat om de leden gewoon echt in het gevoel te krijgen. Van nog eerst daar en nog niet bij bol.com rechtstreeks in. Ik heb al die initiatieven, ik heb een jaar of 9 geleden kwamen ze voorbij. Bij dit soort ideeën. En ze zijn op een van die niet geland. Hoe groot NOC en NSF ook bijvoorbeeld achter heeft staan begin. Hockeybond, de enige die ik echt ken die werkt is Hockeybond met Volvo's. Maar dat blijft helemaal heel veel geld. Dus als je een Volvo koopt bij de lokale Volvo dealer en via je club doet. Dan komt er redelijk hoeveel geld. Maar ja, dat is ook wel... Ja, maar het wordt wel leuk voor als iemand niet bij de Mediamarkt zijn tv koopt, die, via het web, maar via bol.com, of via een andere elektronica aanbieder via het web, dan wordt die reuze interessant. Ja. Het is wel alleen maar inkoop via web. Ja, reizen ook. Bijna iedereen boekt tegenwoordig zijn reis via internet, maar als je dan via... die scorevoordeelshop even naar D-reizen of naar een van de andere erbij aangesloten inlogt en je reis boekt, dan wordt het interessant voor de vereniging. Benieuwd hoor, ING heeft nu een UNICEF, creditcard en UNICEF betaalrekening. Het is echt spannend of dat gaat werken, ja of nee. Want het is... überhaupt zie ik in Nederland nog relatief weinig creditcards die ergens aan gekoppeld zijn. Bij de vraag is dan een stukje van de rente of zo gaat een automatische UNICEF betaald. Ja, per betaling doet Visa de natie aan of wat dan ook. Die zijn allemaal van dat soort dingen. Maar we zijn in Nederland gewoon daar vrij. Ja. Zonder heeft heel lang met de Airmiles lopen onderhandelen. Dus er komt spannend, er zit ons wel eentje reden achter hoor. Als de rentepunten van de banken enzovoorts. Je kan daar cadeaus mee kopen. Maar die cadeaus kosten natuurlijk maar 1/3 van die prijs die er staat voor die bank. Dus je kan ze ook doneren aan het goede doel. Want dan wordt helder dat ze eigenlijk maar 1/3 ongeveer waard zijn. Voor wat je anders voor kan kopen. Want anders kost het echt die bank veel te veel. Of de Airmiles of wat dan ook. Dus die zijn heel lang heel bang geweest voor het doneren van die punten en dan kunnen cashen. Voor de zon of wat dan ook. Omdat wij als consumenten daar dan heel pissig over zouden worden. Nou, met een Airmiles zijn ze op een gegeven doorheen gekomen, die kun je doneren aan goede doelen. Maar ook daarvan weet ik niet, het is zo interessant als je daar gewoon bij zou kunnen komen. Ja. Oh. Maar wat is nou de reden waarom wil zo'n webverzamelaar, noem ik hem dan maar even, zich binden aan jouw vereniging? Wat is Omzet. Ik vraag me af hoe ze dat dan regelen en hoeveel omzet ze daar dan mee denken te halen. Als je bij ik weet... En jullie krijgen gewoon niet alles. Als, nee, natuurlijk niet. Logisch. Ja, dus nou, er blijft een deel bij... Zoveel verenigingen hebben zij een flinke omzet. Ja. Alleen voor de vereniging is het peanuts. Ja, maar hoe komen zij dan aan de omzet? Is dat dan hun groot inkopen bij de echte organisatie? Nee, zij krijgen ook een percentage. Ja, zij krijgen ook een percentage. Daarmee doen zij aan klanten weer vinden natuurlijk. Zij willen jou wel als klant hebben. Als organisatie. Nee, maar ik zie die geldstroom dan niet. Want je moet bij een cd kost 18 euro bij bol.com.
En daar krijgt dan de vereniging nog een stukje van en die webverzamelaar. Ja, dus, dus hoe krijgen ze dat voor elkaar? Je moest kijken bij het loyaliteitsprogramma van Bol. Ja, toch weer inkomen. Ja. Nee, maar ja, bij maar het loyaliteitsprogramma van Bol. Ze zijn ook niet de televisie. En die televisie gaat direct vanuit Bol.com. Maar omdat hij via die site is gekocht, zie je Bol.com voor €250 zeg maar, die televisie, zeg maar wat. Dat is een goedkope televisie. Ja. En dan gaat er bijvoorbeeld 1% naar, naar jullie vereniging. Ja. En dan gaat er nog eens een keer 5% of 4% naar, die organisatie. Naar die organisatie. Maar zij weten die korting te bedingen dan? Ja, want via hun komen nou heel veel potentiële klanten naar bol.com. Dus die willen best wel 5% van hun omzet daar. Ik denk dat hij dat een tandje specialer zit. Dat de meeste mensen bij Bol komen via Google advertenties. En dan betalen ze Google. Ja, dat is ook. Ja. Dat is ook en nu komen ze via anderen binnen. Ze betalen anderen. Ah, ja. Ja. Zoals ook, Bol heeft heel lang een waarschijnlijk nog steeds een loyaliteitsprogramma. Of een soort programma bij als je dus op een specifieke website, bijvoorbeeld rondom vrijwilligerswerk, een aantal boeken neerzet. En mensen bestellen ze via die website, krijg je ook geld. Dus allemaal van dat soort dingen die ze al jarenlang doen. Omdat ze bij, het gaat echt om het genereren van traffic. En ook hele specifieke traffic. En ze kunnen dat volgen. Maar het is wel, ja, het, op een of andere manier komt het niet op gang. Waarschijnlijk omdat Google te groot is. Maar je kan toch ook zeg maar, het heel lokaal bedenken dit? Ja. Je kan toch ook bedenken dat je de zegeltjes bij de bakker of zo. Ja. En zo'n soort actie met de bakker al gaat afspreken, weet je wel. Dat ze zegeltjes kunnen gaan plakken. Mm-hmm. Ja. Het hoeft niet per se online, het kan ook heel lokaal. Als je weer die lokale gemeenschappen wil, als je die wil betrekken, dan kan het ook op die manier. Maar even spaar voor gratis. Ja. Maar ik ook bijvoorbeeld niet snap, hebben we gekke stappen, maar ABN heeft zo'n product pinspaar. Iedere keer als je pint, gaat er 1 cent aan je spaarrekening. Ja, dat heeft de ABN. Ik snap één niet zoveel van dat product. Hoe je op die manier zou willen sparen. Maar goed, blijkbaar doen een aantal mensen dat. Maar dat lijkt me echt een fascinerende voor je club. Als je zo'n deal kunt maken dat per transactie die mensen doen met hun pinpas. Dat er 1 cent bij jouw club gaat. Ja, toch meestal 2,99 of 3,99 of 1,99. Ja, dat is... Dan merk je eigenlijk niet zoveel van. Dan merk je zoveel. En het verhaal nog wat verder te maken. Ik heb zes weken lang college gegeven in een plaatsje Athens. Daar hadden ze, in Amerika mag je veel lokale belasting doen, hadden ze dus een sales tax van 1 cent op iedere transactie. Om 2 bruggen mee te financieren. Met de afspraak als die vol was, zouden ze ook stoppen met die sales tax. Dus je kunt je voorstellen dat je zo'n soort cap hebt, want mensen doen het niet onbeperkt. Je zegt van nou, we hebben elkaar dat doel, een nieuwe bus. We hebben een aantal mensen afgesproken, als ze met betalen dan, die dingen die moeten, die zijn er nog niet, hè. Dus als we die op gang krijgen, hè, het hele interessante, ander soort fondsenwerkersidioterie. Ja, het is ook wel leuk, maar het is te kleinschalig als wij het doen. Ja, dit is, je moet echt... Het zou je dus grootschalig ja, dat is echt iets voor NSC-NSF-achtig iets of zo, iets dergelijks. Ja, die kan het opzetten, die kan het bedingen. Ja. Maar zoals korfbal... Ja, dat gaat niet lukken. Dit krijg je nooit voor elkaar. Maar... Ik denk dat als u zou zeggen van, we maken er moet een nieuwe bus komen en we maken de busrit tijdelijk 1,10. En u houdt zich ook aan dat er geen kwartje van kok wordt, om het even zo te zeggen. Ja. Tot een bepaald moment zo van, en dus er komt de hangen van die dingen in de bus, hè, we zijn er bijna enzovoorts. Dat echt wel gewoon, nou dat gaan mensen niet heel vervelend vinden. Je kunt je bij ook een paar van dat soort dingen voorstellen. Ja, daar kan je iets bij voorstellen. Ja. Ja, dat is een soort kinderpostzegels met 20 cent erbij, zeg maar. Ja. 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 Maar dat is wel... Dan leg je echt wel zo'n soort. Maar sorry, jullie waren. Maar dat is doelsponsoring. Ja. Activiteitssponsoring. Ja. Dat daar veel mee te doen is. Ja, daar doen wij ook geregeld wat mee. Volgens mij komt die ook terug. Heb ik hem gezet? Ja, het commerciële sponsoring. Ja. Is er meer, heb ik gedacht gewoon aan de sponsorborden en de reclameuitingen, tv-schermen, shirtsponsoring, et cetera. Dat soort mogelijkheden. We hebben diversiteit en een heel sponsorplan. Ja, dat kun jij een beetje zelf roepen. Nou, ik ben vorig jaar ingestoten. Ik weet er niet veel van, want ik ben nog niet echt ingelicht. Ja. Ik heb daar zoveel meer van. Ja, shirt sponsoring. We hebben sponsoring op de korf zelf. Ja, mogelijkheid zelfs tot pak sponsoring. Reclameborden, reclameuiting op tv-scherm.
Dan hebben we daarnaast nog de sportval natuurlijk. Ik had het even over de vereniging zelf, maar er zijn wel twee gescheiden sponsortrajecten. Zowel binnen de vereniging als de stichting die al duurt. Dat is natuurlijk wel een logische ding. En zoals bij jullie iets buiten die bus is heel logisch. En bij jullie dit soort sponsordingen. Ja. Een sportvereniging die dat niet heeft, daar ontbreekt echt iets aan, zeg maar. Hebben jullie ook kortingen bij de supermarkt of de frigo waar je inkoopt? Ja, soms met acties. Zeg maar. Ja, dat zijn van die hele simpele, ja. Van één keer in te lopen, het uitleggen dat je vereniging bent en eigenlijk... Ja, zij doen dat graag. Ja. Ja. Een stukje afzetmarkt voor je, logisch. Ja. Ja, kleine donaties en structurele donaties, daar hebben we het ook al de vorige of de keer ervoor over gehad met... passieve leden. Ja, precies, donerende leden, ja. En wat ik met kleine donaties nog uiteengezet heb, is dat is die doelsponsoring. Als je een versterker nodig hebt, of nieuwe speakers of iets dergelijks. Je gaat soort van met de pet rond, en je krijgt eenmalig even een actie. Of je zet een kleine actie op van die eetavond, die is gericht voor dat doel. Ja. En daar krijg je de mensen, daar krijg je ze echt wel voor, want het is helder, tastbaar, kort tijdspan. Weet waar het woord is. Ja. 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 Nou ja, het moet ook vaak helder zijn dat het echt buiten de gewone dingen is. Ja. Ja. Als je dat gaat doen voor gewone dingen, dan is het maar, versterkingspot moet geregeld worden. Ja. Ja. Lampen, discolampen, noem maar iets. Had ook nog een jaar meegekund, maar hij is nu kapot gegaan, moet gewoon vervangen worden, punt. Ja. En dat, dan kan je de contributie halen, maar u snapt allemaal wel. Ja. Ja, en andersom zet je hem ook niet op dat je het doel de verenigingskas is. Dus zeg maar het zwarte gat, daar zet je die acties niet voor op. Nee. Dat is absoluut onhaalbaar. Nee, precies. Ja, slijt de plank mis. Ja. Maar tijdelijke pech, dat is echt gewoon, commerciële sponsoring. Die hadden we de reclameuitingen. Maatschappelijke sponsoring, dat zie je nu veel meer binnen het verenigingsleven georganiseerd gaan worden. De maatschappelijke rol van de vereniging aan zich en de mogelijkheden die daarin zijn. En daarin is de overheid juist weer heel erg bereid om op in te zetten. En dat kan zelfs voor de korte tot iets langere vergoedingen zijn. Maar daar loop je het risico dat je heel erg je beleidsvrijheid mee inlevert. Zeg. Ja. Nou, dat is een van de dingen die echt wel gebeuren. Ze noemen de instrumentele inzet van sport. Ja. Het gaat niet om korfbal, maar het gaat om obesitasbestrijding. Of het gaat om eenzaamheidbestrijding. Of vroegtijdige schooluitval bijvoorbeeld komen. Of weet ik veel wat voor. Nou, het is prima om daarin mee te gaan. Als dat binnen het beleid van de vereniging past. Als dat binnen het kader van de vereniging en de doelstelling van de vereniging past. Dan is er niks mis mee. Hetzelfde als dat zijn twee dingen die zowel bij het commerciële als de maatschappelijke sponsoring zijn. Komt er een hele grote sponsor die niet met jouw doelstelling strookt, of wat gewoon niet matcht met de verenigingsbasis, dan ga je die sponsoring niet aan. Dan, zelfs als die zo extreem is, ik had hem als voorbeeld opgeschreven, als de AA komt en die legt tonnen bijvoorbeeld neer, voor een jaar en jij mag geen alcohol schenken achter de bar meer, dan is het maar de vraag of je dat aan moet gaan, omdat dat misschien een eenmalige, eenjaardige sponsoring is, volgende jaar over, en dan ben je je hele basis voor je vereniging kwijt. Ja. Terwijl dat juist een hele stabiele structuur is. Leuk voorbeeld. Ja. Dus dat is heel goed afwegen of je dat wel wil. En datzelfde geldt voor die maatschappij inderdaad, van ga je groepen binnenhalen wat botst met andere groepen die er al zijn. Ja, waarbij je risico loopt, zeg maar, als het beleid over 4 jaar anders is, dan heb je 4 jaar lang een groep binnen gehad. Ja. Daarmee heb je de rest vervreemd in één keer dan. Dus moet, vooral die harmonie vanuit de korfbalwereld, tot die gezinssystematiek, daar kan je niet zomaar aan voorbij gaan. Dan ga je gewoon aan je vereniging voorbij. Ja, dat is dus zeg maar, dat is de dubbele van het geld. Als je een soort lange termijn financiële planning moet hebben, wat je redelijk moet weten wat het risico is van bepaalde financieringstromen. En vooral, je moet eerlijk afvragen, wat gebeurt er als deze wegvalt? Of als de spelregels fundamenteel achter wijzigen? En van overige spelregels weet je gewoon, er gebeurt altijd. Je moet er wat echt voor terug doen.
Het is niet een kwestie van ophangen en dan komen wat mensen kijken. En met commerciële sponsoring voor de borden, als het dan al commercieel is, kun je nog de pech hebben. Dat op een gegeven moment iemand denkt van, nou, ik zie er nooit meer mensen staan, mijn klanten komen er niet of wat dan ook. En een keer mee stoppen, maar ja, dan vind je wel een ander. Maar met die overheid is het veel ingewikkelder, want die komt met hele nieuwe regels. Of zo'n soort reorganisatie dat je niet meer de overheid hier hebt als aanspreekpunt, maar gewoon in de stad. En dat verandert ook heel veel. Een ander? Ja, projectsubsidies. Die komen ook wel heel dicht bij de maatschappelijke sponsoring voor ons. Waarin de gemeente, deelgemeente, dus voor bepaalde projecten zijn geld ter beschikking stelt. Projectsubsidie financiert. Ja, dat snap ik. Ja, een bekende is de eenmalige middelen. De jaarlijkse subsidie, eenmalige middelen. Ze hebben veel al aan onderhoud, grote onderhoudszaken, dat die te besteden en aan te vragen is. Dus hij is, zeg maar, redelijk permanent, want hij loopt al jaren. Hij is ieder jaar eenmalig, ja. 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 Totdat echt een keer vanuit de overheid de klad erin komt en dan dat zo'n subsidie afgeschaft wordt. Maar... Ja, dan vermoedelijk krijg je dan langs twee kanten als het gebeurt. Dus, en de financiën die je mee bij te sprake komt. Of de hele gedachte, we gaan gewoon stoppen met het subsidiëren van verenigingen van mensen zelf. Ja? Sportverenigingen, muziekverenigingen, et cetera, et cetera. Ja, die discussie loopt al bij de overheid natuurlijk. Maar dan men weet dat er verenigingen gaan omvallen. En dan kan de overheid zijn doelstelling niet waarmaken. Of de lokale overheid de mensen aan het bewegen krijgen. Dat gaan wel heel spannende tijden worden. Want we hebben even iets geks, er loopt nu zo'n verhaal rond een belastingherziening. En het zou heel goed kunnen dat de giftenaftrek daar gewoon in sneuvelt. Omdat het eigenlijk gewoon, als je de belasting wilt versimpelen, dan is dat een van de meest vreemde dingen die erin zit. Tegelijkertijd staat het helemaal haaks op enorm grote andere bewegingen. Ja. Maar dan zijn het gewoon twee totaal verschillende logica's. Zo van, ja, maar we willen deze belasting zo simpel mogelijk maken. Nou ja, dan kun je wel een aantal dingen schrappen. Ja. Als je de hypotheekrente schrapt, nou, de giftaftrek is dan echt gewoon 3 minuten werk, wel. Dus we moeten niet verbaasd zijn als in het grote ruildossier alles nog wat geschrapt wordt, behalve de hypotheekrente. En dat allerlei andere dingen erin sneuvelen, niet omdat mensen ze willen schrappen. Die dingen die kunnen gewoon... Dat is een aantal mensen al vreselijk tegen aan het ageren om te voorkomen dat dat in het grote pakket, zeg maar, van een belastingherziening meegaat. Want het risico is niet... Het risico is gewoon, wanneer komt er een belastingherziening? Dan weet je gewoon dat ze zoiets doen. Het zijn dat soort grotere dingen. Ja. Maar vanuit de overheid zou men in dat huishoudboekje wel moeten kunnen zien wat dat natuurlijk opbrengt. Ja, nou ja, daar zien ze eigenlijk, een van de grote vragen, dat is wel lastig hoor, is dat het invloed van de giftenaftrek op donatiegedrag is helemaal niet zo groot. Nee. Omdat eigenlijk gewoon, we doen er heel weinig mee, er is een opvallend verschil in Nederland hoe weinig organisaties je vertellen dat je de gift kunt aftrekken. Dus Amerikaanse organisaties doen het massaal. En vertel je ook dat je eigenlijk 2 keer zoveel kunt geven. Ja. WNF is er nu mee begonnen. Ja. Die heeft gewoon een brief gestuurd naar de donateurs. Ja. Wie? WNF, Wereld Natuurfonds. Ja. Ja. Dat gaat wel over de grote giften. Weet je? Ja, daar speelt dus andere wegen. Als je die grote giften kwijtraakt, dat heeft natuurlijk nog eens effect. Die al die kleine giften, zo van wat ik eens geef ergens, nou, dat zal nooit bedenken dat ik dat bij mijn belastingaftrek. Nou ja, dus de gedachte is, we kunnen niet aantonen dat het effect heeft. Dat wordt dus door politici neergeschreven van, zie je, het heeft geen effect. Dat is een ander soort, Het is een hele klassieke, en dat is vooral omdat er heel veel giften niet opgegeven worden. Ja. Maar ja, mensen die hun aangiftes uitbesteden, die hebben vast zo'n mannetje die dan zegt, je moet eens naar de huur. Ja. Toch? Maar er zijn bijvoorbeeld, ik denk dat het nog steeds kan, maar gewoon niet gedeclareerde kosten. Die kan je aftrekken van de belasting als gift. Onder voorwaarde dat je ze wel gedeclareerd hebt, maar niet uit uitbetalen. Ja. Ja, dus dan vul je een formulier in. Dit zijn mijn kosten. Kruis je eronder en hoef ze niet uit te betalen. En dan kan je dat achter elkaar stoppen. Dus dan is het een gift. Daar zijn maar heel weinig organisaties echt gebruik van maken. Ja. In Rotterdam mag het ook niet. Ik heb het gecontroleerd bij de Belastinginspecteur. Mag het? Het mag niet. Mag niet, maar het mag gewoon. Ja, dat prima. Gewoon doen. Ja. Nou, waarschijnlijk niet als je. Maar waarschijnlijk heb je gedacht, je krijgt op je vrijwilligersvergoeding.
Maar zodra je vrijwilligersvergoeding krijgt, mag het natuurlijk niet, hè? Ja. Want dan zijn je onkosten gedekt. Ja. Zo, van 2-1. Of je declareert je onkosten, of je krijgt je vrijwilligersvergoeding. Ja, dat is grappig. Die belastinginspecteur is maar goed. Ik zei net tegen mijn collega. Ja, wij zijn lid van de Stichting AAP. Daar kreeg ik van de week een blad, regelmatig. Daar kreeg je aan legaten, hadden ze vorig jaar 3,1 miljoen ja. aan legaten binnengegeven. Fascinerend, hè? Dat is ook vooral in dieren, daar wordt zoveel gegeven door mensen aan het einde van hun leven aan dieren. Gigantisch. En ja. Ik geloof dat ze maar de helft gerekend hadden in de, ja, de begroting. Begroting. Ja. Dat is een probleem. Nou ja, dat je überhaupt al 1,6 miljoen kan begroten op een ja, goed is. Voor apen, ja. 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 Stichting Apen is overigens wel een bekende op het gebied, hoor. Dus ja. Die ook echt ook gewoon soms heel veel geld hebben en dan een keer weer. Volgens mij krijgen de dierentuin ook vrij veel. Ja. Vast. Ja. Zullen we. Nog even wat dingen door? Nee, ik wil één dus het is de huidige situatie die je nu hebt besproken, maar wat zijn voor jou dingen waarvan je denkt, hé, dat is interessant, daar wil ik wel eens binnenkort mee aan de slag? Ja, fondsen. Dat was wel een eye-opener hier in het gesprek. Mogelijkheden van fondsen. En dan voor projecten die bijvoorbeeld we hebben er nu voor het eerst eigenlijk goed mee te maken gehad na de brand, met die herbouw. We hebben wel een dozijn fonds aangeschreven, denk ik. En ik geloof dat we net een dozijn, of net niet een dozijn gehonoreerd hebben gekregen. Dat was gigantisch. Ja. Gigantisch plus. Als je aanpassen voor gehandicapten, schrijf een fonds aan. Dat komt er ook. Juist het boom. Ja. Echt sporten voor een duidelijke groep die niet kan betalen. Een team in een outfit steken dat we van allemaal mensen die het niet kunnen betalen. Boom, aanschrijven. Dat zijn allemaal gewoon heel duidelijke fondsen voor. Problemen met een kamp dat je organiseert, wat financieel niet uitkomt, omdat ouders een aantal dingen niet kunnen betalen. Boom. En je moet ervoor bloot in termen dat je uitlegt welke ouders niet kunnen betalen. En je kunt je afvragen, weet je niet voor intern verrekenen, dat is een andere, maar er zijn zoveel van dat soort dingen. Maar ik zie daar absoluut veel kansen in de fondsenwereld. En maar we hebben er nooit echt, of, dat is niet waar, in de vroegere periode van de vereniging wel veel meer aandacht aan besteed aan de sponsoring aan zich. Dus de media's die ik genoemd heb dan, maar daar kan veel meer uitgehaald worden. Als ik jou een beetje begrijp, maar dan ook een ander soort benadering. Ja. Als je dat nu gewoon loopt en eigenlijk achter het lopen zoals het gaat zoals het gaat. Ja. En als je een tandje bij zou gooien, wie weet, maar ja. En dan heb je, ik bedoel, ik geloof dat wij behoorlijk spreiding van risico hebben over allerlei geldstromen heen. Maar. Hebben we in de korfbal, zeg maar, kentgetallen van wat verenigingen gemiddeld aan de verschillende dingen ophalen? Nee. Want ik weet dus, de hockeybond heeft dat vrij uitgebreid. Je kan vrij goed jezelf afzetten tegen de anderen. En dan kan je dus gewoon gaan kijken, hoeveel leden heb ik? Wat zouden mijn barinkomsten moeten zijn? Nee. Dus dat je een gevoel hebt van, wij zitten te hoog, we zitten te laag, zeg maar. Ja, maar die kunnen wij al niet meten, omdat wij vereniging annex complex zijn. Ja. Dus wij hebben een. Daarom is onze baromzet zo hoog. Omdat wij de 7 dagen in de week draaien. En een normale sportvereniging draait maar 3 dagen of 3 avondjes in een week. Het is wel vaak dat ze kengetallen eigenlijk niet hebben. Terwijl bijvoorbeeld van binnen een klein bedrijf wordt je voor iedere winkelsoort verzameld. Dan kun je gewoon. Nou, wat zou ik een vierkante meter in mijn winkeltje moeten omzetten? Kun je jezelf vergelijken met anderen, zeg maar. En in de verenigingswereld is het gewoon, of een buurtbus, eigenlijk zou je het gewoon van een voorstel moeten weten. Wat zou de ritprijs op andere plaatsen? Dat weten we. Ja, in Rotterdam. Ja. Maar in Rotterdam weten we het, We weten dan wel wat de contributies doen in vergelijking. Die is wel zinnig. Maar als wij, of ons planningmeester... En meesters, de twee eigenlijk van de stichting en de vereniging naar verenigingsoverleg gaan. Ja, dan zitten de kleine verenigingen, Orgelverenigingen Rotterdam, gewoon met hele andere boekhoudkundige zaken en problematiek dan wij hebben. Wij hadden ooit een paar jaar geleden een uitdaging met de btw-verschillen. Nou ja, nu is het in het boekhoudpakket verwerkt en we hebben ook al geen omkijken meer naar. Ja, ik snap het. Oké.
BTW teruggaven en dat soort dingen. Dat was ooit een keer een uitdaging. Ja. Oh, dat waarvoor wel, waarvoor niet. Ja. Dat is redelijk in het snotje. Ja, ik snap dat maar even een zekere omvang betekent dat je dingen gewoon goed kan regelen. Als het eenmaal geregeld is, dan. Dames en heren, even nog. Jeetje, dat hadden wij opgeschreven. Ongeveer heel andere dingen. Deze heb je allemaal gezien. Ja. Even gewoon, we hadden wat dingen, do's en don'ts opgeschreven, gewoon even uit de losse pols. Do's. Mag individuele donors? Eigenlijk, in alle eerlijkheid, zoals ik jullie gewoon zie zoals het is. Individuele donors maak je alleen maar kans met een gigantisch landelijke naamsbekendheid en dan mensen gaan vragen. Dus daar, dat gaat niet worden. Nee. Want dan kan je brieven uitsturen enzovoorts. Dus de andere is gewoon echt individueel mensen vragen van. Ja. En dan hopen dat ze het een paar jaar achter elkaar doen of eenmalig. Weet je, dat je er denkt van. Ja, je schiet een tiental mensen aan ergens en die betalen dan en daarna ben je weer verder. Het is wel lastig. Weten mensen ook dat ze en jullie kunnen doneren bijvoorbeeld? Oh, dat weten mensen ook. Nou, ik realiseerde me wel dat we daar eigenlijk in de eerste paar jaar hebben we daar wel veel aandacht aan besteed. Maar dan zie je dat ook weer zo. Beetje gezond, Juist de werving van nieuwe donoren, dat is echt wel gewoon. Ja. Daar moet je gewoon denken als iemand 3 jaar, 4 jaar blijft, dat is goed. Maar als je eenmalig is, dan moet jij gewoon in 5 minuten gedaan hebben of wat dan ook, of in een soort speech voor de kantine. Voor een doel, want dat is natuurlijk allemaal van dat soort dingen, daar kun je nog iets doen en daar maak ik veel gebruik van. Maar als je dat denkbaar buiten wilt doen, zeg maar in brede Alexanderpolder van de buurtbus, nou dan. Dan gaan veel volletjes worden. Ja. Tenzij je zeg maar een stopper kunt verzinnen, maar kunt krijgen in het lokale krantje. En die staat altijd in, bent en vinden de buurtbus die moet blijven, doneer dan 10 euro. Nou, dan heb je misschien mazzel dat een paar mensen dat doen, eenmalig. Een paar, maar dan moet u niks kosten, wel? Ja. Dan moet het echt afspraak zijn dat er iedere keer een stopper is in het krantje. Mag ook via ons, Alexander. Waar je gewoon geen seconde over na hoeft te denken, omdat die gewoon door hun heel geregeld wordt. Ja. Maar alle andere dingen, dat is al echt gewoon. Dit moet je echt van je vrienden hebben. Als je dit breed wil doen, dan moet je zo groot en zo sterk zijn. Tenzij je dus mee kunt liften op grote clubactie en meer van dat soort fratsen. Ja, Oranje Fonds gaat nu met die collecte-actie beginnen. Ik weet het niet, ik ga het zien. Maar goed, Jantje Beton en Scouting is ook altijd een hele traditionele. Er zijn tientallen scouters die daar gewoon op meewerven. Of meelopen in feite. Maar dan laat je dus de grote campagne door iemand anders doen. De massa. Ja. Want als je het zelf moet doen, bij clubs met de grote clubactie, dan is gewoon de campagne is van iemand anders. In alle eerlijkheid, ja, de fout die je echt te lichtzinnig over denkt, oh, doe maar eventjes een leuke brief schrijven, dan gebeurt het wel. Nou. En dan 1000 brieven, is een folder in de wijk, en vergeet ik het maar. Dat helpt niet. Dat helpt gewoon niet. Dat, is echt, dat gaat gewoon niet worden. Dit is zo ingewikkeld. Ook een club als Restel van Harten, die wel echt elkaar heel bekend is, maar landen gewoon niet bekend. Het gaat gewoon niet lukken. Het is echt wel spannend. Deze markt is helemaal overvoerd. Okay? En wordt bemand door allemaal professionele jongens die daar heel erg lang mee bezig zijn geweest. Die kun je alleen maar verslaan door gewoon op een totaal andere markt te gaan zitten. Namelijk de mensen die jou persoonlijk mogen. Ja. Maar in hun systemen kun je gewoon niet tegen zorgen. Grote fondsen. Ja, eigenlijk weet je dat niet precies. Behalve de echte doel is. Als het echt een groot fonds is en je wilt veel geld van ze, moet je je echt verdiepen in wat zij willen. Ja. En wat staat in dat blauwe boek? Dat staat in dat blauwe boek niet echt. Het is echt een kwestie van veel navragen. Daar staat gewoon een doelstelling in. Maar eigenlijk. Maar niet echt gericht. Nee, maar kijk, als je eenmalig. Een ander is wel van. Begin gewoon met een kleine aanvraag en kijk hoe ze reageren. Ja. Maar vooral grote donors, grote major donors, grote fondsen. Dat is echt gewoon mensen ontwikkelen in wat je wilt doen. Meenemen in je verhaal. Je realiseren dat het misschien heel veel investering is voor niks. Zoals ze uiteindelijk toch een keer nee kunnen zeggen. Dus ook daar wel heel erg voor op je vive zijn van wat ik hier nou gebruik om het bestuur aan te scherpen. Ja, stel dat ze weer langzamerhand iets in de sport gaan doen. VSB-fonds heeft op een gegeven moment sport erbij getrokken. Toen kwam dus het fortsprobleem, dus de sport meteen weer uitgegooid. Al degenen die de eerste aanvraag hebben gedaan, ja, die zaten een beetje VSB's op pijn ermee. Het heeft uiteindelijk besloten om alle eerste aanvragers die zo hadden meegewerkt te honoreren, ook al had ze het geld eigenlijk niet. Maar dus toen meteen te zeggen van die nou niks meer in, want we gaan stoppen met sport. Maar voor een aantal mensen die dachten, we kunnen een paar jaar achter elkaar terecht, wel heel pijnlijk was. We hadden zich verdiept in meer jaren achter elkaar, waarvan je begrijpt hoe dingen gaan. Zo werkt het natuurlijk gewoon. Snel afvragen, het is echt gewoon, en direct van heel veel gaan. Denken van, oh, daar zit het grote geld. Nee, dat is niks. Dat is echt niks. Dat is echt niks. Ja, een beetje persoonlijke relatie, er goed in verdiepen. Echt proberen in hun wereld te verplaatsen. In hun taal. In hun taal te gebruiken.
sommige van die fondsen hebben net onze gedaan naar entrepreneurs, ondernemers die zichzelf op een gegeven moment in de filantropie stoppen. Dus met ofwel na hun pensioen of nog tijdens hun bedrijf ook een fonds oprichten. En die praten heel erg in bedrijventermen de eerste paar jaren. En ze gaan steeds meer in maatschappijstermen praten. Ja. Ze leren daarin, zeg maar. En ze ontdekken, dus eerst 5 jaar denken ze, nou dit. Zo'n buurtbus, dat is allemaal mooi om gewoon bedrijf van maken. En op een gegeven moment ontdekken ze dat een buurtbus toch wat ingewikkelder is. Ja. Dan hun grote reisorganisatie of wat dan ook, bij wijze van spreken, of wat ze daarvoor deden. Dat is echt fascinerend. En dan zie je ze langzamerhand een ander soort taalgebruik te komen, je daarin verdiepen. Nou ja, bijvoorbeeld, ook een gevoel heb ik, als het echt groot fonds, dan heb je dus een apparaat met daarachter het bestuur. En je afvraagt in hoeverre het bestuur nog connecties met waar het geld vandaan komt. Is dat de familie? Of zijn dan, is dat een volgende generatie? De familie staat, als je het geld zelf hebt verdiend, zit je heel dicht hierop. Als je het geld zelf niet hebt verdiend, maar dat is al een paar honderd jaar in het fonds, dan zit je er weer heel anders in. Ja. De religiositeit van die bestuurders. Hier zit er vaak de religie niet meer. Dus in de beroepsapparaat die bij de brief schrijft. Hier zou de religie nog wel eens kunnen zitten. Heel duidelijk. We doen een onderzoekje nu aan op schaal bij het Oranje Fonds. Gevangenenzorg Nederland. Wordt voor een groot gedeelte gefinancierd. Ik zal het niet op de website zien. Door een meneer die ijs verkoopt. Zijn naam begint met een H en het eindigt met een G. En die vindt dat heel erg belangrijk wat er gebeurt. En een van de dingen die hij echt wil doen zelf is gevangenen bezoeken. Ja. En die heeft een groot vehikel opgericht. En zijn beloning is dat hij zelf ook gewoon. Dat is fascinerend. Dat kan niet wel een goed kan. Wat ik zelf zou bedoelen bij die grote fondsen is bijvoorbeeld, je kan ook gewoon googlen wie die aanvragen zijn, welke aanvragen zijn gehonoreerd. Dan kijk ik van is het een beetje hetzelfde als wat ik doe? Lijken we daar op. En daar, ja, eigenlijk een soort van, ja, een beetje, hoe noem je het ook weer, goed gejat is beter dan een slecht bedacht. Maar kom je toch makkelijk tegen degene waarom het nou wel dat die gehonoreerde aanvragen, want ook fondsen, in ieder geval een aantal fondsen, sommige fondsen die communiceren helemaal niks. Nee, en andere fondsen die communiceren nog wel eens wat ze hebben gehonoreerd. Het is een groot verschil tussen de vermogensfondsen, en de fondsenwerven, de fondsen die je uitkeert. Ja, dus dat is inderdaad wel precies wat ik bedoel. Sommige fondsen sommige organisaties die lijken op jullie organisatie, die zeg, wij hebben een fonds gekregen van die fonds. En dus je kan het van twee kanten, zeg maar, die informatie krijgen. Ja, van waar het is gehonoreerd, maar ook van het fonds zelf. En sommige fondsen communiceren helemaal niet over, en andere wel. Maar ook die organisaties zelf, die honoratie hebben gehad, die communiceren soms ook van, hé, we hebben nu een fonds gekregen van fonds 1818 of de andere voorbeeld die jij noemt. Wat voor dit en dit project? Nou, dan kijk je even waar het project over ging, want daar hebben ze vast wel een stukje over op de website. En dan zie je ook een beetje of het een beetje hetzelfde is wat jij doet. En als dat een beetje hetzelfde is, dan schrijf je dat ook gewoon een beetje in die termen. En gaat het uit, zeker als een fonds meerjaars te beginnen, eenmalige. En iemand heeft 2 jaar geleden gekregen en je belt die persoon op hoe het gegaan is. Ja? Nou, de kans is vrij groot dat hij daar nog erg trots op is en het je gaat over vertellen. Ja? Ja, want je bent geen concurrent van elkaar, maar ze gaan voorlopig toch niet aanvragen. Nou hoor ik steeds alleen maar verhalen over dat die fondsen zo overvraagd worden nu inmiddels door alle bezuinigingen die er met name vanuit het welzijn werken. Ja, dat zou kunnen, maar voor de rest van de fondsen hebben nog... hun probleem is meer dat het rendement wat teruggelopen is. Okay. Dat is echt overvraagd worden. Maar het is wel zo dat ik dat namens iedereen. Ja, dat ik dan denk zo van naapen is. Maar iedereen heeft zichzelf. Er zijn ook wel heel veel vragen, zeg maar, die niet op hun fonds staan. En dat vinden ze gewoon een beetje irritant gewoon. Ja. Dat ze een bepaalde doelstelling hebben en dat ze een website hebben waarop staat wat je wel niet kan krijgen. Tot de Oranje Fonds een aantal jaar geleden waarschijnlijk ook irritant. Maar nu hebben ze gewoon een soort begeleidingsding gemaakt, zo van, nou, klik daarop, nee, niet in aanmerking. Ja, wel, schrijf maar ons een brief. Ja, een tijdje dus het overvragen klopt misschien wel op de aanvragen. De hoeveelheid aanvragen. Ja, de hoeveelheid aanvragen en die ook gewoon niet op hun slaat. We hebben een tijdje op, wat doen we onderzoek dat hij al doet, hè, die eenmalig vrijwilligerswerk. Dus de eis, u moet een project verzinnen met minstens 10 vrijwilligers. En wij sturen gewoon projecten met 4 vrijwilligers op. Ja. Voor dat geld, ja sorry, er staat gewoon 10 vrijwilligers op. Ja, het wordt allemaal geteld als aanvragen niet gehonoreerd zijn. Ja. Ja. Maar dus eigenlijk, ja. Ze zijn ook gewoon echt dom, om het even zo kort de bocht te zeggen.
Want er staat gewoon, dat doen we niet. Nou ja, en ik denk ook wel, er wordt volgens mij ook veel gevraagd om financiering van professionals. Ja, dat gaat ook niet om. Gaan die fondsen ook echt niet om. Dat moet je daar niet weten. Nou ja, ook daarvan zijn er wel een paar die doen, maar we begrijpen elkaar. Omgaan met bedrijven, ja, dat we ook kunnen leren. Er is echt een fascinerende eerste discussie. Fit of geen fit? Dat is echt wel een spannende. Bedrijven gaan formeel, officieel altijd voor fit. Hè. Het moet bij hun bedrijf passen. Dat moet je in ieder geval. Maar het gaat ook best wel fit op een individueel niveau zijn. Ja, de gunfactor. Ja, de gunfactor enzovoorts. En in alle eerlijkheid, het officieel papier moet ze alleen fit zien uit te leggen. Maar de gunfactor en is gewoon leuk en we doen ook mee is wel heel erg belangrijk. Dus dat moet je... Zeker op lokaal niveau met de kleine ondernemers. Ik zit zelf bij de tennisvereniging natuurlijk en bij theater. Nou, ik spreek ze aan op een juist moment. En ja, grote bedragen krijg ik niet hoor, maar ik heb zo'n honderdjes. Ik ben van de honderdjes, zeg maar. Dus voor een toernooi heb ik nu alweer tien mensen bereid gevonden om €100 te doen. Maar voor een toernooi is dat €1000. Dat is voor ons heel veel geld. Ja, dat is een hoog budget voor een toernooi. Ja, en we hebben ook nog een hoofdfonds van 1000, dus we hebben wel 2000. Maar ik ga gewoon door, want joh. Ja, als ik niet vraag, dan krijg ik het niet. Maar gebruik je het voor toernooi niet, gebruik je het wel erg anders voor. Dit jaar. Ja, dat is dus, je moet realiseren dat je aan de ene kant die taal moet spreken alsof het iets commercieels is. Maar je moet ook wel gewoon tegelijkertijd de knipoog hebben van ja, we weten alle twee dat we hier gewoon, wel? Ja. Dat is een beetje het gevoel. Als je nou rest in de 100 vraagt, gaat dat niet gebeuren, maar het is een beetje met die knipoog zo van, laat wel reëel zijn, broer. Jij moet... Geef ze nu wel een tennisclinic voor en een bol. Dat wel. Nou ja, dus dan zeggen, ah, gezellig, want die komt ook en die komt. En ja, gewoon echt op aanspreken op de persoon en het individu. En hoe leuk je vereniging is. Met die scoutingclub hebben we het heel anders gedaan. Toen hadden we, er was een netwerk in het Isla Theater, wanneer die ging verhalen vertellen over netwerken. We waren daar met de scouting toe gegaan en een aantal in uniforms. Ze had ze naar voren gehaald van wat ga je doen aan fondsen werven. Toen sprak daarna de man van de Kapelse bedrijvenclub. En van de winkeliers een proefje. Wij hebben gewoon geld over die bedrijven, dus we gaan iedere week met die welpjes langs die bedrijven. Ja. 3 weken later kregen we een donatie van het gezamenlijke Kapelse ondernemers. Ja, onder voorwaarde werd niet met de welpen langs zouden komen. Ja, dat is chantage. Nou ja, jeepie. Hè. Ik dacht gewoon, laat hoeveel bereid waren te doen. Hè. Ja. Ik heb daar hebben we wel erg om gelachen, maar dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Je kent de Kapel, de Koperwiek enzovoort. Ja. Bij wijze van spreken, om een paar mensen te plagen, vooral de wethouder voorgesteld, wij heitje voor kwijtje mensen zouden helpen oversteken over het zeemapad. Ja, ja. Ik weet niet hoe snel de Kapel dan vol staat, maar als je dat op zaterdag doet, dan sta je echt binnen een uur op heel Kapel ontregeld. Ja, dat is heel grappig. Ik kon er erg om lachen, maar goed. Wat is je verhaal? Leg het goed uit. Wederom voor die sponsoring, bedrijven zeggen dat ze officieel dat ze exclusiviteit willen hebben. Maar eigenlijk, joh, het is veel meer meedoen met de anderen, zeker die kleine ondernemers. Ja, ze zijn gewoon mannetjes en vrouwtjes die gewoon graag voorop staan. Begrijp het, voor de grote, de woorden enzovoorts, ligt het heel anders dan wat je andere verhalen hebt. Maar tegelijkertijd, ook daar worden wel die eerste beslissingen en de kleine beslissingen heel anders genomen. Toen ik de faculteitsvereniging 10 jaar geleden als eerste sporttoernooi ging organiseren ooit. Als faculteitsvereniging was iets nieuws en de grote sponsor bleek de stad Rotterdam te zijn. Bestond er nog. Wij snapten daar niks van. Maar ja, die van Leeuwen die was gewoon bij de Erasmus al gestudeerd. En die directeur daar die had de afspraak van, we gaan gewoon met studenten net lang door met Erasmus. Tot op is. Ja. En daarna dan stoppen we met studenten dingen. Ja. Dat komt blijkbaar nog in die tijd dat je dat als CEO gewoon kon mededelen over het sponsorbudget. Tegenwoordig moet je dat verdedigen enzovoorts. Maar hij had het gewoon gestemd. Dus wij belden die sponsjongen op en die zeiden van, ja, weet je, het is makkelijk voor mij hoor, al die studenten. Als het Erasmus is, zeg ik ja, dat het budget op is. Ja, ja. God, we hadden echt gezwoegd op die brief. Ja, ik had alleen moeten staan bij zijn van de Erasmus. En dan weet je budget er niet op is. Dat was genoeg geweest, maar goed. Ja. Ik vraag niet zonder doel of zonder link, leg het uit. Maar zie ze ook niet als een zak met geld zo van. En misschien ook een van de belangrijkste dingen. Als je moet een andere taal spreken met die bedrijven. Een veel emotionelere taal, als eerder over gehad, dan bijvoorbeeld met overheidssubsidie enzovoort. Want het zijn allemaal moeilijke woorden. En die spreken ze niet, het gaat echt gewoon om, joh, we gaan sport regelen voor gehandicapten.
punt. En allemaal niet ingewikkeld over begeleid, weet ik veel wat, maar gewoon moet je toch eens komen kijken hoe leuk het is. Gewoon recht voor zijn raap. Recht voor zijn raap. Het is een beetje het exploiteren van de emotie. Dat is soms, kan je er ongemakkelijk bij voelen als je in, die commissie, zeg maar in de professionele kant zit, vind je dat nou. Maar het is gewoon anders. Het lijkt me dan heel erg op individuele donors werven. Maar kijk ook eens eventjes waar je veel vrijwilligers, die hebben een betaalde baan. Kijk eens eventjes waar je vrijwilligers werken, bij wat voor organisaties. Laat hun lekker bij hun werk uitzoeken of misschien het een mogelijkheid is om te sponsoren. Dat doen wij ook bij ons, bij de tennisvereniging, maar ook bij het theater. Nou, dan kijken we gewoon van, joh, is het misschien... En dat, af en toe moet je de mensen aan herinneren, één keer in het jaar of één keer in twee jaar. Joh, zou je ons eventjes kunnen vragen wat bij jullie het sponsorbeleid is? Of zou je verenigings kunnen, of jouw organisatie voor iets kunnen doen voor ons? Je bent er ook actief in, die mensen, die zijn namelijk al heel erg betrokken, die vrijwilligers. En dan ga je niet direct aan hun geld vragen. Maar ze hebben wel weer hun eigen netwerk en hun eigen organisaties waar ze actief bij zijn. Nou, en die praat makkelijker met de directeur dan als je koude acquisitie gaat doen, om het zo te zeggen. Het is makkelijk om je vrijwilligers daarin te kennen. Mm-hmm. In ieder geval, ja. Je wil gewoon niet weten wie er in de bus zit natuurlijk, maar eigenlijk zou je over die mensen heel veel moeten weten over wat hun achtergronden zijn. Ja. Ja. Maar die moeten allemaal van dit soort contacten nog hebben en kinderen moeten bedrijven hebben, er moeten allemaal dingen te bedenken zijn, maar tegelijkertijd. Ja. Ja. Wilt u ze daarmee lastig valt waar ze in de bus zitten? Nee, maar zullen toch de chauffeurs die beach komen drinken? Chauffeurs weten veel. Met chauffeur nog genoeg van een biertje? Ja, ja. Chauffeurs weten veel. Ze weten ook een mevrouw die altijd een euro geeft, dat dubbeltje terug moet hebben. Ja, dat weet ze ook. Ja, 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 ja. Dus ze weten ook niet voor je. Ze hebben uitgeprobeerd, dus ja. Oh, goed, mevrouw, ik heb maar 5 cent. Ja. Ja. Ja, dat... Nou, dat vind ik een drama. Ja. Ja. Nou, komt ze de volgende keer en wil ze die 5 cent. Ik heb het verhaal van een coördinator van vrijwilligerswerk in het verzorgingshuis. Die probeert echt erachter te komen van wat het beroep is van de mensen die bij hun ouders op bezoek komen. En die ook gericht in te schakelen. Als vrijwilliger in het... En haar verhaal was het meest trots op is, gaat over een partner bij KPMG. Die ze inschakelt om tegen het management van het verzorgingshuis te laten zeggen dat er veel meer geld in de vrijwilligers gestoken moet worden. Wat haar niet lukte. Maar hem dus in ieder geval lukt om bij de raad van bestuur binnen te komen van die grote keten. Zo van, ik heb iets gezien bij jullie. Nou, dat kan nooit goed zijn. Jawel. Ook dat is natuurlijk wel een beetje een ander soort... overheid, ja, JP, dat is toch echt wel een ingewikkelde aan het worden, jongens. Maar zeker omdat die overheid hier natuurlijk een beetje wegtrekt. Aan de ene kant moeten we even niet dramatisch doen, want het blijft nog gewoon doorgaan. Eenmalig subsidies en ze komen ieder jaar enzovoorts. Je moet je alleen realiseren dat je bijvoorbeeld nooit wordt, of tenminste heel vaak niet meer moet gebruiken. Wij zoeken structurele financiering. Dat is slap. Nee, dat is gewoon verkeerd woord. Nee, we zijn op zoek naar projectmatige financiering. Het liefst ieder jaar. Ja. En dan moet je ook niet meer aankomen bij fondsen, dan moet je ook niet meer aankomen bij bedrijven, dat structureel... Structureel is gewoon een afknapper. Ja. Wij zoeken gewoon daar en daar financiering voor, die in die tijd, we praten weer verder. En ja, wij zorgen dat onze organisatie structureel is. En dat is wel het tegenhanger tot de commerciële sponsoring, dus bedrijven, detail en dergelijke. Want dan wil je graag, of meestal willen die dan nog wel, een denk aan shirt sponsoring, een 3-jarig contract aangaan en een herhaling daarvan. Ja, maar als je structureel 3 jaar vindt, dan is dat inderdaad, maar structureel veel organisaties denken van, voor 10 jaar of zo, voor onderzoek van bedrijven. Nee, niemand. Nee, en absoluut dat is inderdaad ook niet realistisch. Maar 3 jaar wel, dat is een... Sponsoring voor 3 jaar is heel normaal. Ja. Reclamebord of iets dergelijks, advertenties. Advertenties zit veel op het jaarcontract, maar er zitten er ook wel bij die gewoon 2 of 3 jaar doen, waar je dat mee kan afspreken. Ze hebben ook aan hun kant om efficiëntie, want ja, je hebt wie ze wil, en dan is zo'n 3 jaar, dan zien ze ook niet meer langskomen. Dat is ook van die kant, zeg maar. Dus nu, de grootste dingen zijn toch hoe, zodat je goed aangehaakt bent bij meerdere partijen, of dat je echt partijloos bent. Het is voor beide één, of je hebt iedereen wel een beetje rondlopen, of je hebt echt geen politieke kleur. Ja, belangrijke tip is toch wel, als de wethouder op een gegeven moment zegt van, ik kan je niet meer financieren. Of een subsidie stopt, vragen aan de wethouder, wat moet ik doen om u zover te krijgen? Ja. Want de gemiddelde wethouder gaat je dan keurig uitleggen. Ja. Dus dat is fascinerend. Ja. En dat, en dan, als je dat dan gaat doen, heb je nog mazzel, misschien wie weet lukt het, maar dat is mooi. Dus, want ze zijn wel, net zoals fonds, wel heel erg... Als fonds nee zegt, moet je stoppen, maar als ze zeggen van nou, dat en dat, ze zijn wel heel erg geneigd om je te helpen op geleidingswerk.
Ja, de overheid kan ook aan het eind van het jaar niet met een pot geld blijven zitten. Want dat hebben we nu in december 2013 ja. gezien. En er ging nog even 10.000 euro's ja. uit. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Ja, dus het is wel heel goed om te weten wanneer de begeleidscyclus begint. Daar moet je erbij zijn. En dit soort dingen. Het is gewoon het kaststelsel. En het werkt niet overal, maar als we op het kaststelsel zitten... Ja, dan werkt eigenlijk wel voor de overheid. Holly hoop. Houd in de gaten. En dan is contact met, niet politici, maar met de ambtenaar die je kan waarschuwen dat overblijft, ook weer interessant. Ja, ja. Ja. Politici dan, maar die zitten daar meestal niet op, die kun je dan wel helpen. Maar dan is in feite die combinatie. Ja, want ik heb gezien hoe... Don't aannemen dat het alles zo zal blijven, ja, maar die weten we ondertussen wel. Het is eigenlijk gewoon een open deur, maar het is wel wat jarenlang gedacht hebben. Ja, ook denk ik dat... We doen allemaal belangrijk werk, maar iedereen die langskomt doet belangrijk werk. Ja. Dus dat evidentie belangrijk werk is helemaal niet zo doorslaggevend, want iedereen doet echt belangrijk werk. Het tweede is dat. Vindt iedereen zo. Ja. En sommige werkers is duidelijk aantoonbaar dat het belangrijk werk is, maar jullie allemaal tegelijk ook ja, het hoeft ook weer niet, want daarvoor kunnen mensen makkelijk zeggen dat ze betalen wat meer. Ja. Dat is allemaal van dat soort. Ja. Wat? Nou, het is net een soort sollicitatie. Ja. Je moet opvallen. Ja. Ja, en je moet de juiste taal spreken en, weet je, met een groot voordeel dat je hier wel echt aan die wethouder kunt vragen. Ik heb het zelf meerdere keren gedaan, zo van, ik weet dat je mij niet kan, dat je mijn organisatie niet kan subsidiëren, maar wat moeten wij doen om dat mogelijk te maken? Nou, in de gouden tijden was het nog van, gaan we langs de gemeenteraad, die ja zegt, doe het graag. Ja. Nou, dat is ook leuk, en dan kon je een beetje, die wil ook wel eens een keer goede sier maken, met iets gesteund hebben. In de moeilijke tijd is het toch een beetje, ja, als je daar en daar aan koppelt en daar en daar aan koppelt, dan zijn er misschien wel mogelijkheden. Ja, dat is gewoon, en dan moet je zelf een beslissing nemen of je dat wil, dat is weer wat anders. Je moet je ziel niet kopen. Ja, toch regelmatig, nu wel goed weten, maar dan weet je, we hebben onderzoek gedaan naar burgerinitiatief en de GGD. Ja, dan kom je van die burgerinitiatief tegen, is een politicus langs geweest en heeft alle gezorgd dat je een subsidie krijgt. Ja, maar wel van de oppositie. Daar heb ik niet zoveel aan. De meest gratuite toezegging die je kunt krijgen van iemand die zegt, oh, doe je een leuk werk. Ja, maar ja, dan moet je wel goed in je hoofd hebben met die praatje nou. Ja. Ja. En ambtenaren, ja, die kunnen ook gewoon zeggen van, oh, ik vind het erg belangrijk, maar dat is... Ja, dat zegt helemaal niks. Nee. Niks te vertellen. Wat niet wil zeggen dat je goede vrienden moet worden, want ze kunnen het eind van het jaar wel zeggen, blijft wat over. Dat is weer wat anders. Ja, meer eigen inkomsten. Ik denk echt dat we nog steeds in een soort... armoedecultuur leveren waarbij we denken dat het allemaal niks mag kosten en dat mensen niks willen betalen en niks kunnen betalen. Dat is toch een grote val waarin veel clubs zitten. Dat is echt niet onder de onderkant gaan zitten. Ouderen hebben geen geld, dat soort aannames, dat is allemaal niet gewoon. Niks is gratis. Gewoon vragen en doen. Maar ja, het grootste gevaar is wel echt, gewoon hier is het grootste gevaar, is dat je op een gegeven moment alleen nog maar mensen naar leuke dingen rijdt, daarom zo goed, zo mooi weer verder, dat doen we in het weekend. Het wordt wees dus niet. Maar binnen de kortste keren neemt dan helemaal de tijd van die bussen over. Ja. Dan heb je geen klanten meer. Dan heb je geen klanten meer. En dat is dus echt wel het grote, dat je op een gegeven moment denkt van oh, wat geld binnenbrengt is belangrijk. En datgene wat. En dan krijg je woningcorporaties, hebben een tijdje die op de taalverbruik was. De onrendabele top, dat waren sociale woningbouw. Even kijken, de doelstelling is sociale woningbouw neerzetten en dat noem je onrendabel. Dat is bedoeld financieel onrendabel, maar ja. Is altijd, datgene wat je wilt bereiken, dat je bedoelt is dat bereiken, is rendabel. Datgene wat je niet wil bereiken doen, ook al breng je het geld binnen. Dan wil je eigenlijk iemand anders zijn. Dan wil je anders doen. Dit is toch wel de grootste. En daarmee volgens mij... Hadden we nog eindige reserve staan? Ja. Ik zou iedereen adviseren om echt gewoon reserves te vormen. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Maar bestemmingsreserves... En zoveel ook omdat je daarmee wel de lange termijn financiering zeg maar, overeind houdt. En het tweede is, stel dat je nu een bus nodig hebt. Je komt bij een fonds en je zegt van ja, we hebben zelf 10 mil gespaard. Of 20% van wat die bus kost. Maar we hebben nog 46. Maar we hebben nog dat en dat nodig. Ja. Weet je, dan heb je al laten zien dat je erover nagedacht hebt. En dan snapt iedereen dat je het niet helemaal kunt vinden. Dat is helder. Maar dan heb je een soort straal uit van dat je hem afgeschreven hebt, dat je je best hebt gedaan en meer van dat soort dingen. Het is meer dat signaal.
Ja, bij de scoutingclub hadden we toen 50 mil gespaard en we hadden uiteindelijk maar 800.000 nodig gehad. De verhouding is natuurlijk echt helemaal niks. Ja, maar goed, het was naar ieder fonds, naar iedere aanvraag was het een idee van, oh, moet je wel jarenlang, ieder jaar 1500 overgehouden bij wijze van spreken en nog wat. Het is toch een soort signaal dat je als club ermee bezig bent. Ja, dus je moet daar echt dus wel gewoon voortdurend in je onderbuik voelen, kan ik dit uitleggen aan mensen aan wie ik nu geld vraag van dit jaar? Want als je dus een reserve hebt, ik ben aan het sparen voor bestemming ergens, kun je voor die bestemming vragen. Maar als er veel geld op de bank staat, kan je dan dit jaar aan andere mensen vragen voor je lopend tekort? Of je lopende rekening, zeg maar. En als je dat niet kan uitleggen meer, en dat zit echt hier zo ongeveer voor jezelf, ja, dan moet je echt gewoon wel iets gaan doen. Of wel gaan uitgeven, of wel zorgen dat het echt gewoon op een andere plek komt. In die sokken. Ja. Nou, toen de zonnebloem zoveel jaar geleden voor CBF-keuring, toen moesten ze alle lokale financiën inzichtelijk maken. En toen bleek eigenlijk, de zonnebloem is ergens 48 opgericht, en iedere lokale penningmeester heeft één doel. Aan het eind van het jaar houden we iets over. Maar als je 48 jaar lang ieder jaar 250 gulden of euro overhoudt, dan heb je dan, 50 jaar, dan heb je in één keer heel veel geld. En iedere penningmeester voor zichzelf, en daar doet niemand iets mee. Dus al die lokale clubjes mogen het opbouwen. Hadden met elkaar per club niet zoveel vermogen. Maar als je ieder jaar gewoon als penningmeester hebt van, ik hou net zoveel over als je voorganger. Ja, dan hou je gewoon ieder jaar. En dat tikt in één keer aan. Dat toen het geld maar in één keer beschikbaar, of tenminste. Maar het is niet beschikbaar, werd in één keer inzichtelijk. Want al die penningmeester, ja, dat maakt niet zoveel uit. Dat is wel een spannende waar je op in zit. Volgens mij zijn we aan het einde van de tijd.